Ja. Allemaal leuke poepvlekken. Ja, prachtig dit. Maar ik vind dat hij echt al zoveel vooruit is gegaan. Ik vind het ook echt knap dat jij er dan zo mee wegrijdt. We hebben namelijk een week voordat de bezwarentermijn afliep, hebben wij 2 bezwaren binnengekregen. Maar die heb ik dus nu aan. En ik vind hem echt heel erg mooi. Oh, helemaal volledig matching base layertje erbij. Hallo allemaal, ik ben met mijn mother. Hi. Mam wil niet in beeld. Oké, wordt meegenomen. Wij zijn namelijk bij mijn nieuwe paard op stal, want Wesley gaat dan rijden. En dan kan mijn moeder hem ook voor het eerst zien. Maar we mogen hem nog niet bij zijn naam noemen, want dat is nog even een verrassing. Ja? Wesley gaat zo rijden, dus dan ga ik voor jullie filmen. Hey jongen, oh wat zie je eruit. Wat zie je eruit. Kijk eens wie er is. Oh my god, je hoofd. Wat heb jij gedaan? Elke dag nog meer wondjes erbij. Oh. Elke dag nog meer wondjes erbij, jij. Kijk, je hoofd. En wat zie jij er hier ook mooi uit, ja? Allemaal leuke poepvlekken. Ja, prachtig dit. Ja, ik heb worteltjes meegenomen, inderdaad. Lieve. Wortels. Goed zo, afbijten. Mijn paarden moeten allemaal afbijten. Ja. Lekker. Oh my god, paard. Je hoofd. Fix jezelf. Ja, nom nom nom. Oh. Lekkere poppen, hè? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Lekker dropje. Wat vind je ervan, mam? Ja, hij is leuk. Niet, hè? Hij is zo lief. Hij is zo lief. Ja. Hij heeft een hele lieve uitstraling. Ja, hè? Ja. Dat vind ik ook. Maar vond ik wel belangrijk. Dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen. Dat had Ollie niet zo. Nee, maar dat kon echt best wel een draak zijn, inderdaad. Ja, daar had ik ook niet zo'n gevoel bij, nee. Zeg maar. Met hem heb ik dat gelijk wel. Bij Ol moest je best wel soort van nog oppassen. Ja. Kon je ook geen kleine kinderen bij in de buurt laten. Omdat hij gewoon zomaar een hap uit je kon nemen. En deze die heeft dat niet. Maar daar heb ik ook echt wel het paard op uitgezocht. Dat dacht ik ook echt van, dat wil ik ook niet meer. Nou, die hebben we deze lief, hè. Laat weer de helft eruit van. Ja, het was een leuke jullie. Ja. We hebben wel 50 keer van de nest van Wesley. Dus dan rijd je een soort van op dezelfde manier. Ja. Hoe probeer je? Ja. Ja, ik vind echt dat hij echt al wel goed doorloopt ook. Dat hij... Allemaal enge geluiden weer. Dat hij goed doorloopt. Ja. Dat was in het begin wel anders. Maar ik vind dat hij echt al zoveel vooruit is gegaan. Ik vind het ook echt knap dat jij er dan zo mee wegrijdt. Ja, maar dat zegt iets over jou, maar dat zegt ook iets over hem. Dat hij dat gewoon toelaat. Hij doet echt al minder als zo'n tuiger galopperen. Ja, het is een beetje komisch. Ja. Maar ik weet niet dat hij eruit zag, eerst een paar keer op de knik. Ja, zeker. Eerst was het echt zo'n standpunt en nu gaat hij gewoon meer naar voren.
zo schattig net. No. Nou, Wouter heeft hem afgespoten en we hebben hem weer terug op stal gezet. Hij er weer. Even nog een stukje gewandeld met hem. Hey, liefje. Ik zal even proberen snel te zijn, want er is iemand met de bladblazer bezig. Ik moet me helemaal denken aan Roosendaal waar ik stond. Dat ziet er mooi uit vanaf deze hoek. Omdat daar ook altijd met de bladblazer was. En dan moest je altijd opletten met vloggen, omdat je anders gewoon niet te verstaan was. Maar Wouter heeft hem voor de eerste keer gereden, want Wesley die zat in een meeting en dat liep heel erg uit. Dus toen zei hij, ja, of jullie moeten even een tijdje wachten, of Wouter die kan hem rijden. En toen zei ik, nou, voor mij mag Wouter hem rijden hoor, als jij dat toevertrouwt. En dat vond ik wel heel erg leuk om te zien, want Wouter die kent hem natuurlijk wel sinds hij hier staat. Hij heeft een paar keer ook Wesley erop zien rijden natuurlijk. Maar had er nog nooit op gereden zelf. Dus dat vond ik wel heel erg leuk om te zien dat hij eigenlijk gewoon opstapt en wegrijdt. En dat, dat het gewoon heel goed ging. En ik vond ook dat... ik vond sowieso dat Wouter hem ook heel erg fijn reed. Dus dat is altijd dan natuurlijk fijn als Wesley hem even niet rijdt. Maar ik vond ook dat hij zelf, ik wil hem bijna bij zijn naam noemen, maar hij zelf ook echt heel erg verbeterd was. Ik denk dat jullie het zelf ook wel zagen. Hij verandert sowieso best wel zijn lichaam. Je ziet niet zo die ribben meer. Die onderhals verdwijnt. Hij laat ook veel meer die hals wel meer zakken. Veel meer die ontspanning tijdens het rijden. Veel minder dat hoofd omhoog. En vooral merk je in links en rechtsom. Dat wordt nu minder dat verschil. Omdat hij dus rechtsom echt wel heel scheef was. Maar ook de galop wordt echt een heel stuk beter. In het begin had hij echt dat tuigergalop. Of die tuigergalop. Dat hij echt zo stam, stam, stam deed. Misschien is dat niet een typische tuigergalop. Maar in mijn verbeelding is dat een tuigergalop. En dat moet er een beetje uit. Want het is geen tuiger. En dat zei Wesley ook van. Maar hij moet gewoon veel naar voren gereden worden. En dat wilde hij eigenlijk in het bos doen. Maar ja, het is natuurlijk echt 32 graden geweest met een hoop vliegen. Dus hij is nog niet naar het bos geweest. Maar je ziet echt al veel verschil in de galop. Ook dat hij veel meer ruimte pakt. En veel minder dat gestampt doet. En dan denk ik, nou vind ik super knap. Want hij staat hier net 2 weken of zo. Dus ik ben echt heel erg blij met de vorderingen die hij maakt. En iedereen zegt ook van ja, hij is zo lief en verbaast me echt dat hij pas 4 maanden onder het zadel is. En buiten dat fijn vindt dat als Wouter opstapt en er zo mee wegrijdt. Kijk, bij mij zullen er ook wel eens andere mensen opgaan, hè. Ik heb natuurlijk een van de vele redenen waarom ik een tweede paard wilde, is omdat ik best wel vaak met 2 mensen op buitenrit wil, maar ik maar 1 paard heb. En niet iedereen past op Marley, want ik heb best wel veel vriendinnen die langer zijn, net zoals Sjoerd natuurlijk. Dus die zet ik dan liever niet op Marley. Dus als hij dan braaf genoeg is, dan kunnen daar al mijn vriendinnen op. Als je dan zegt, joh, zullen we een keer even samen een buitenritje maken? Als die vriendin toevallig geen eigen paard heeft of niet een paard heeft waarmee we dan echt samen op buitenrit kunnen. Of als Sjoerd natuurlijk op een gegeven moment kan rijden en zo. Dat geeft een fijn gevoel dat iedereen eigenlijk zo op kan stappen en wegrijden. Zeker als hij al zo jong is. Dan zit dat waarschijnlijk wel in zijn karakter dat dat allemaal kan. Dus daar ben ik echt wel heel blij mee. En hij is gewoon heel erg lief, hè? Maar je moet wel wat minder wond op je hoofd maken. Dus helemaal blij met vandaag. Mijn moeder vindt hem ook heel erg leuk. Maar die vindt hem eigenlijk al gauw leuk als hij gewoon lief is. En ik zie hem van de week denk ik weer. Want ik wil heel graag een Q&A opnemen. Waarin ik dan dus zijn naam ga vertellen. En de rijbeelden laat zien van toen ik hem ging proefrijden. Vrijspringbeelden ga laten zien. Die ik dus van een verkoper kreeg. En dan nog allemaal leuke vragen die jullie kunnen insturen. Dus ik moet hem even vragen wanneer die op de wei staat aankomende week. Want soms staat hij 's ochtends en soms staat hij 's middags. En dan kan ik even een leuke Q&A met hem opnemen terwijl hij in de wei staat. Ik heb hem ook nog helemaal niet in de wei gezien. Maar hij staat nu ook met een vriendje in de wei, dus dat vind ik wel erg leuk voor hem. Nou, dropje. Eet smakelijk. Het lijkt net of deze stal nu heel donker is, maar het valt echt best wel mee. Ik zie je van de week weer, liefje. Wij zijn weer thuis. Moeders even een dutje doen. En ik zat ook te twijfelen om een dutje te doen, maar ik heb net bericht gekregen van iets waar ik heel even op zat te wachten. Voordat ik jullie dat slechte nieuws kon vertellen waar ik het al een paar vlogs geleden over had. Dat ik in ieder geval vertelde van ik kan het nu nog niet aan jullie vertellen. Kom later, wacht nog even op bericht. En ik heb nu het bericht gekregen dat ik dus kan gaan vertellen wat het slechte nieuws is. En daarom loop ik even hierheen, want ik zoek even een geschikt plekje om dit op te nemen. Niet dat ik lang wil praten, want dat kan ook niet. Maar ik ga even ergens zitten. 7 weken geleden hebben wij de vergunning gekregen om eindelijk verder te gaan met hetgeen wat wij begin februari al wilden gaan doen met ons weiland. Iets maken waardoor de paarden er heel het jaar door op konden staan zonder de modder te krijgen. En waardoor alles groen kan blijven en aanplanting en nog meer dingen. En we hebben natuurlijk toen in mei hebben we bezoek gehad van de gemeente. Allemaal adviseurs hier gehad, allemaal experts hier gehad. En we zijn samen tot dit plan gekomen. Dus we waren echt super blij dat we de vergunning kregen. Niet met jouw hoofd tegen de camera aan, alsjeblieft.
En ik heb expres niks aan. Nou, actie. Kom of in beeld of weg. Maar niet constant zo stiekem met je neus tegen die camera aan. Kom. Ik heb dat toen expres niet aan jullie verteld. Ook al wilde ik jullie natuurlijk zoveel mogelijk op de hoogte houden over de vergunning. Maar wat er gewoon heel erg spannend is nadat je een vergunning krijgt, is dat je de bezwarentermijn ingaat. En daarom wilde ik het gewoon even geheim houden, of in ieder geval voor ons houden. Zodat wij deze bezwarentermijn rustig in konden gaan. En niet van iedereen constant vragen kreeg. En hoe gaat het ermee? En dit en dat. En ik gewoon, als de bezwarentermijn voorbij was, in één keer kon vertellen van, nou jongens, vergunning is binnen, bezwarentermijn is voorbij. We gaan beginnen. Maar vorige week liep de termijn af. Ja, die 6 weken liep af. Daarom moest ik heel eventjes wachten tot er een paar dagen voorbij waren. Want je kan natuurlijk nog steeds de laatste dagen kan een bezwaar binnenkomen. En dan kan iemand... dat gaat dan weer een paar dagen overheen voordat wij het natuurlijk horen. Dus ik wil niet gelijk op de dag dat die termijn afloopt de vlag uithangen. Maar ik heb dus nu bericht gekregen dat er niet meer bezwaren zijn ingediend dan dat er al zijn ingediend. We hebben namelijk een week voordat de bezwarentermijn afliep, hebben wij 2 bezwaren binnengekregen. Ik ga absoluut niet vertellen van wie, waarover, hoe en wat. Dat is privé natuurlijk, dat gaan we eerst oplossen. Maar het is niet leuk, dat kan ik in ieder geval nu al vertellen. En toen wij die brieven kregen, toen was Sjoerd natuurlijk nog thuis, toen gingen er een hele hoop emoties door ons heen. Ik kan je echt zeggen dat het geen leuke dagen waren. Ik had natuurlijk al verteld dat ik echt ziek was geworden ervan. Ik heb 3 dagen gewoon niks kunnen eten. Je had echt niks aan mij. En natuurlijk zijn er ook al wel een paar gesprekjes geweest. En goed. Daar ga ik gewoon allemaal niks over vertellen. Daar kan ik ook niks over vertellen. Maar wat ik er wel over kan vertellen is dat het weer lang gaat duren. Tot we weer weten hoe verder. En dat is gewoon heel erg kut. Want anders had gewoon deze week had het gewoon afgemaakt kunnen worden. En nu gaat het weer tering lang duren. En dat is gewoon super kut voor iedereen. Voor zowel ons als voor de bezwaren mensen. Als voor de paarden vooral eigenlijk. Voornamelijk voor de paarden eigenlijk. Dus daar balen we gewoon echt gigantisch van. We zijn ook echt mega teleurgesteld. En dat is het enige wat ik erover ga zeggen. Ik moet wachten tot bepaald iemand contact met mij opneemt. En dan gaan we zo'n traject in. En dan hopelijk dat we er snel uit kunnen komen. Natuurlijk, we wachten al sinds februari. Dus een paar weken extra. Dan kan ik echt wel aan. Buiten dat mijn nieuwe paard natuurlijk hier helemaal niet naartoe kan komen. Niet naartoe kan komen. Liever niet als het er allemaal nog zo bij ligt. Het liefst is het dan al af. Dus ja, ik heb eigenlijk niet heel erg van plan om hem nog 5 maanden in training te zetten. Want het kost natuurlijk ook allemaal best wel veel geld per maand. Maar het moet gewoon wel echt voor de winter af zijn. Anders krijgen we het weer opnieuw, de blubberbende. En dat wil ik niet, want dan moeten de paarden weer in de bak gaan lopen. En dat is het laatste wat ik weer wil. En ik heb nu natuurlijk dat ene weiland een stuk voor opgeofferd. Maar dat gaat in de zomer gaat dat ook blubber. Of in de zomer, in de winter gaat dat ook blubber worden. Dus ik heb letterlijk geen enkele uitwijkmogelijkheid voor de paarden in de winter op dit moment. Dus dat is gewoon best wel kut. En weet je, de paarden zijn nu even aan dit gewend. En wij zijn er ook al een beetje aan gewend. Dus als ik zeg, een paar weken wachten vind ik niet zo heel erg. Maar ik hoop niet dat dit nog langer dan een half jaar gaat duren. Dit is dus het enige wat ik erover kan vertellen. Het enige wat ik erover ga vertellen. En de volgende keer als jullie hier wat van horen, is het waarschijnlijk over een tijdje. Met de uitslag van wat er uitgekomen is. En hoe de situatie uiteindelijk is geworden. Ik hoop natuurlijk dat ik met goed nieuws kan komen. Maar het is gewoon heel erg kut allemaal. Ik kan heel veel andere dingen erover zeggen. Maar laat ik het een heel klein beetje schappelijk houden. Maar echt leuk dat hij samen kan staan. Ja. Ja, hij vindt het toch altijd allemaal wel leuker. Ja. Kijk hem nou staan. Hey, heb je naar je zin in de wei? Gaan we nog even een rondje showen? Niet. Hoi. Nee, zin in de wei. Oh, zoveel vliegjes nu al, hè? Zoveel vliegenkind. Ja, ik kan me even hooi zeggen. Een knappert. Hé, knappert. Ja. Even oppassen met jouw neusje, hè? Dat het niet gaat verbranden of zo. Kom. Nou, goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik ben bij... Ik zit zo te twijfelen of ik deze video al eerst online plaats. Of de Q&A, maar ik denk dat ik deze wel moet. Want dan is het allemaal wel wat logischer qua wat ik in die Q&A kan vertellen en zo. Over onder andere dus die vergunning. Tenminste, de reden waarom hij nog niet thuis staat. Dat snappen jullie dan nu gewoon als je deze video eerst ziet. In plaats van als ik
die Q&A eerst online ga plaatsen. Dus ik kan in deze video zijn naam nog niet noemen, want die ga ik in de Q&A onthullen. Maar ik had aan Wesley gevraagd of ik vandaag of ergens deze week even bij hem in de wei mocht zitten. Ik ben alleen mijn krukje vergeten, dus het wordt echt zitten gewoon op de grond. Om dus de Q&A op te nemen, dus die ga ik zo meteen filmen. Maar toen ik aankwam, toen waren ze net ook met een vrachtwagen kwam met het voer brengen of zo. Dus toen mocht ik hem zelf naar de wei brengen. En Wouter nam dan die vos mee. En ik ben echt zo blij dat hij samen met iemand staat. En Wouter zei ook van ja, hij staat in dit weiland. Want dit is nog het meest groene weiland. Want die van mij moet natuurlijk aankomen. Maar die vos, die is bijvoorbeeld wat te dik. Dus hij zegt ja, die vos heeft, ik weet de naam daarvan niet. Die heeft geluk dat hij met die van mij mag staan. En ik vind het gewoon zo leuk, of nou ja, zo luxe eigenlijk, of service moet ik het meer noemen. Dat ze hem gewoon helemaal inpakken, helemaal in de vliegendeken en het vliegenmasker op en zo. En dat ze dus inderdaad rekening houden, nou die van Feline niet moet aankomen, dus die moet dan in het rijkste landje staan. Ja, ik vind het wel echt service hoor, om hem hier in training te hebben staan, dat ze daar allemaal rekening mee houden. Ik weet niet, misschien is dat heel normaal, maar dat weet ik niet. Ik heb geen verstand van paardentraining, het is voor mij de eerste keer dat dit gebeurt. Dus ik ben echt heel erg blij mee. Nou, ik ga mijn spulletjes pakken en dan gaan we lekker Q&A opnemen. Ik heb 50 vragen. En ik heb er tussen de 1500 en 2000 ingestuurd gekregen. Ja, ik heb ze geteld. Dus ik weet niet zo goed hoe lang deze video gaat worden of hoe lang die Q&A gaat worden. En of ik hem misschien in tweeën moet gaan splitsen. Want 50 vragen is veel en als ik er misschien heel snel allemaal doorheen ga, dan gaat het misschien wel. Maar we kennen mij langer dan vandaag dat ik soms best wel langdradige antwoorden kan geven. Omdat ik graag het een geheel verhaal wil maken. En dan gaat het niet een half uurtje duren. Hij gaat even bij de andere twee paarden kijken die ook in de wei worden gezet. Oh, rustig. Het is echt nog zo'n giraf als je het ziet lopen. Schattig. Ik ben helemaal gaar, jongens. Ik heb net 50 vragen beantwoord. Ik denk dat ik bijna een uur bezig ben geweest. Dus het worden ook twee aparte video's. Waar ik in allebei de video's dus 25 vragen ga beantwoorden. Dus die gaan jullie verder op deze week zien. Ik vond het dus handiger om deze video eerst online te zetten en dan pas de volgende. Maar die komen dus vlak na elkaar of echt de dag erna of misschien met een dag ertussen of zo online. Maar oh, ik zat natuurlijk op de grond, dus mijn benen zijn helemaal, ik heb helemaal kramp in mijn benen van de positie waarin ik mezelf gewurmd heb om zo te zitten. Maar het waren hele leuke vragen en ik vond ook dat de paarden het super leuk deden. Ik kwam echt wel eens regelmatig langs en we gaan nu afscheid nemen, dus ik geef het nog even een worteltje. Alsjeblieft, even afbijten. Moet je ook een wortel, anders is het zielig. Alsjeblieft. Fijn met al die vliegen. Oh, je bijt een stuk af en de rest valt op de grond. Oh, die vliegen zijn niet te doen, schat. Ja, Marpje. Goed zo. Nou, jij nog een stukje? Nou, liefie. Ik zie je van de week alweer, ja? Geniet van je paar uurtjes in de wei nog. Oh my god, die vliegen niet te doen. Oh, nu gaan ze achter me aankomen, zeker. Nou, gezellig. Het regent, yes! En er zijn twee kattenvoerbakjes op tafel. Maar oh my god, het regent gewoon best wel hard. Vanmiddag heeft het even zacht geregend. Wel lang, maar zacht. En nu is het echt, nou ik zal nog niet zeggen dat het stortregen is, maar het is wel hard aan het regenen. En mijn kussens liggen nog buiten. Dat is stom, wel onder de boom. Maar, nou, maakt niet zo uit. Ik ben blij met de regen. Tenminste, vooral de natuur is blij met de regen. En het is ook een beetje aan het onweer. Ik weet niet of jullie dat horen, maar ben je zo aan het brommen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Deze even openstaan voor een beetje frisse lucht nog. Ik heb net gesport lekker, mijn armen gedaan, dus eigenlijk doet dit al pijn aan mijn armen. En ik heb gelijk even mijn rijkleding aangedaan. Ik ben niet van plan om te gaan rijden vandaag, misschien vanmiddag of vanavond eventjes. Maar ik heb morgenochtend crossles, dus dan vind ik het niet nodig om vanavond nog te gaan rijden. En ik had vanochtend geen zin en iemand loopt mij te spammen op mijn telefoon. Maar ik ben een soort van vrij vandaag. Tenminste, ik heb geen afspraken gepland staan. En ik had zin in een road trippie met Juan. Een nieuwe auto natuurlijk. En ik ben ook op zoek naar nieuwe laarzen. Want ik ben op zich wel tevreden over de rijlaarzen die ik op dit moment heb. Die zijn van Mountain Horse. Die heb ik toen 2 jaar geleden gekregen. Maar van zowel, het is mijn springlaarzen, daar zijn aan mijn linkerlaars alle twee de knoopjes kapot. En aan mijn rechterlaars 1 knoopje kapot. En dat zou je natuurlijk denk ik wel kunnen laten maken. Maar ik ben gewoon even toe aan iets nieuws. En mijn dressuurlaarzen zijn op zich ook wel fijn. Maar die had ik toen eigenlijk al net iets te krap gekregen.
Maar als ik de kuit iets groter moest hebben, dan ging die ook in de lengte omhoog. En dat ging bij mij niet. Want zo lang zijn mijn onderbenen niet. Dus toen heb ik dat maar even geaccepteerd in de hoop dat die na een rijden wat ging uitlopen en zo. Je kan deze volgens mij niet oprekken. En dat ging ook bepaalde tijden van het jaar ging het wel. Maar ik ben afgelopen maanden iets aangekomen wat positief is, want dat wilde ik graag. En ik ben natuurlijk ook aan het sporten, dus je spieren groeien ook. En nu krijg ik, en ook door de warmte, vooral merkte ik het deze zomer, dan zijn je benen natuurlijk vaak al wat opgezwoller. Opgezwoller, is dat een woord? merkte ik dat mijn laars gewoon echt niet meer aanging. En als ik hem wel aankreeg, want uiteindelijk kreeg ik hem altijd aan, werd mijn been echt afgekneld. Dus ik wil eigenlijk graag nieuwe dressuurlaarzen ook hebben. Als ik dan toch bezig ben, dan doe ik gewoon gelijk nieuwe spring- en nieuwe dressuurlaarzen. Maar ik ben helemaal niet zo erg thuis in de laarzen. Ik heb ook, voordat ik die van Mountain Horse kreeg, nooit meer dan €200 aan laarzen uitgegeven. En ik weet wel, als je tegenwoordig echt goede aangemeten laarzen wil hebben, ben je zo €600 kwijt. Maar aangezien ik er twee wil hebben, niet zo heel veel zin om tussen de 1000 en €1500 kwijt te zijn aan nieuwe laarzen. Dus ik ga even langs wat ruitensportzaken vandaag, waar ze meerdere laarzen hebben, om te passen en te kijken wat ik leuk vind en wat ik natuurlijk ook lekker vind zitten. In zoverre ze mijn maten natuurlijk hebben dan. En daarna ga ik kijken wat ik eventueel kan bestellen. Of wie weet kan ik daar misschien altijd een samenwerking uit halen als ik me goed voel bij een bepaald merk. Dus ik ga vandaag, zoals ik zei, langs meerdere ruitensportzaken. Vandaar dat ik gelijk vanuit het sporten doorga en dat ik mijn rijkleding aan heb. Zodat ik ook, terwijl ik dus een broek aan heb en sokken aan heb, die laarzen dan kan gaan passen. Ik heb twee merken in mijn hoofd. Dat zijn Cavallo en ik weet niet hoe je het zo goed uitspreekt, maar iets van Celeris of Celeris. Die ik via Instagram eigenlijk veel tegenkom en die er wel goed en leuk ook uitzien. En die verkopen de ruitensportzaken waar ik vandaag langs ga. Dus daar hoop ik dan ook een aantal opties te kunnen passen. En wie weet kies ik een van die twee. Of misschien laten jullie in de reacties achter. Oh, je moet echt dat merk gaan doen. Maar zo heeft natuurlijk iedereen een bepaald merk waar die fan van is. Ik vind sommige merken waar sommige mensen heel erg fan van zijn, vind ik niet mooi of niet lekker lopen. Dus vandaag gaan we op zoek naar fijne rijlaarzen. Ik ga dus niks kopen. Ik ga alleen eventjes passen en kijken wat ik fijn en mooi vind. Eerste stop. Ik ben aangekomen bij de laarzen. En dat zijn er nogal veel. Mijn oog valt natuurlijk gelijk op alles wat bruin is. Dus ik ga eens even kijken wat er tussen zit. Alright, ik heb eerst deze gepast volgens mij. In alle soorten maten die hier bestaan. Maar die vind ik niet heel fijn. Hij voelt een beetje stroef aan. En toen ging ik deze passen. Want ik vind dit zo mooi met van die lange veters. Maar deze zijn heel duur. Maar die heb ik dus nu aan. En ik vind hem echt heel erg mooi. Behalve dat hij dus grijs is en ik vind het echt heel mooi staan. Maar het past totaal niet bij mijn outfit natuurlijk. Ik moet hem gewoon in het bruin hebben. Ik weet wel dat ze ze hebben. Dus ik ga nu eerst even kijken welke maat fantastisch is. En dan kan ik altijd nog besluiten om ze te bestellen later. In de kleur bruin. Maar die prijs is wel echt heel heftig. Ik word hier heel erg hebberig van. Deze QAP collectie voor de cross in het geel. Ik ben nu bij de Divoza. En ik heb deze aan. Ze zijn ook van Cavallo. En dit zijn donkerblauw. Maar deze hebben dus de rits aan de binnenkant zitten. En hij is wat te hoog, dus krijg je die dicht. Maar dit zit ook wel lekker zitten hoor. Ik vraag me alleen af hoe dat met je laars gaat. Of met je zadel, die dan hier beschadigt. Maar dat zal wel niet. Maar nee, want deze gaat er natuurlijk overheen. Dus dat zal wel niet. Deze vind ik ook heel mooi. Die cognac dingen zijn eigenlijk ook altijd wel mooi hè. Maar dan meer als trainingslaarzen denk ik. En dat wordt me een beetje trek om 3 paar laarzen te kopen. Ik vind dat wel wat hebben. Niet dat ik het zo snel zou kopen, maar ik vind wel altijd wat hebben. Dit zijn ook van Cavallo volgens mij. Met veter en dan ook zo'n riempje aan de bovenkant. Wat ik ook heel mooi vind. Ik krijg hem alleen niet over mijn kuit heen. Maar dus niet dat suede-achtig stofje. Heeft ook wel wat. Ik denk dat ik dat voor spring wil. En voor dressuur vind ik dat stofje wel heel mooi. Ik zit weer terug in de auto. Ik heb wel iets gekocht. Namelijk nieuwe handschoenen. Ik vond deze wel heel mooi omdat ze bruin zijn met een goud randje. En op een of andere manier koop ik altijd bij Divoza handschoenen. Terwijl het gewoon van een ander merk is. Maar ze zaten heel erg lekker. En ja, handschoenen, dat gaat er mij altijd wel één keer in de zoveel maanden doorheen. Ik ga nu naar Country Mill rijden. Ik ga eerst even een telefoontje plegen voor de collectie. Omdat we genoeg voorraad moeten hebben voor Horse Event en zo. Dus ik ga een mailtje binnenkomen. En dan op naar Country Mill. Ik denk dat het de laatste is. Want ik heb niet zoveel zin meer om naar die vierde te gaan. Dat is ook best een heel kleine ruiterzaak. Dus ik verwacht ook niet dat die meer hebben staan dan de Applejack Divoza en Country Mill bij elkaar.
Ik ben nu bij Countrymail. Het is hier echt heel stil, dus ik verluister een beetje. Ik zie hier weer diezelfde laarzen staan. Ik vind trouwens die wel echt heel mooi in een spring. Even kijken, ik ga even iets oplichten voor jullie. Om die dan in de springversie te hebben. Die zag ik wel in een dressuurversie in Applejack. Maar dit is de springversie. En die vind ik wel heel mooi. Ik denk niet alleen dat deze past. Ik denk dat ik hier te dikke kuit voor heb. Dit is glimmen. Dat vind ik niet echt mooi. En ik zag hier dus weer die stoffen in het blauw. Het ziet er waarschijnlijk niet echt heel blauw uit. Maar die blijf ik wel voor de dressuur heel mooi vinden. En welke zag ik nou nog meer? Ik vond op zich... Deze vind ik ook prachtig. Dat zou ik nooit kopen, maar ik vind hem wel prachtig van Kingsley. En deze vind ik ook wel heel mooi van Kingsley. Misschien is Kingsley ook wel een goed merk om in gedachten te houden. Ik vind vooral deze voet echt heel mooi. Ik ben weer thuis. Ik heb even mijn handschoentjes aangedaan om even te voelen of ze helemaal goed zitten. En dat zit ze, dus dat is heel erg fijn. Even hooi gezegd tegen de paardjes. Ik zit dus heel erg te twijfelen of ik nog iets met Marcher ga doen. Ik wilde even de bak checken, want het heeft gisteren heerlijk gestort regend. Of die lekker stevig is nu. Want hij was een beetje mul geworden door het droge weer natuurlijk. En ik had geen zin om te sproeien. Of ik dan in de bak ga rijden of gewoon longeren. Of dat ik gewoon even lekker een buitenritje ga doen. Maar ik ga eerst zo even uitmesten. Want dat heb ik alweer 3 dagen verzaakt of zo. Ik ben trouwens wel wat wijzer geworden over de rijlaarzen. Als in dat ik dus Cavallo wel een fijn merk vind. Ik vind Kingsley een fijn merk. En die van Stellaris, die moet ik naar zo'n pasdag toe gaan, denk ik. Want dat verkopen ze dus niet in winkels, alleen maar hun eigen plekken. Dus dan moet ik dan even zien te komen. Dus dat wordt vervolgd in ieder geval. En ik ben ook nog even langs de fietswinkel gereden, want ik wil graag een nieuwe fiets hebben. Omdat ik nu elke keer met auto naar de sportschool toe ga. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar ik heb geen fiets. Of tenminste, geen fiets die het doet. Die van mij die heb ik nog vanuit de middelbare school. En die is echt toe aan vervanging. En ik wil heel graag een fiets met versnellingen. Omdat Sjoerd en ik ook graag hier in de buurt veel meer willen gaan fietsen. Maar we hebben allebei eigenlijk niet echt een hele fijne fiets. Waardoor we het elke keer niet doen. Dus we worden straks echt zo'n ANWB-koppel met fijne fietsen. Die dan lekker veel gaan fietsen. En daar heb ik nu al zin in. Ik ben helemaal ready om een ANWB-koppel te zijn. Zover we dat al zijn. Want dat zijn we al best wel goed. Maar ik ben loop even in de bak. En het is eigenlijk... Nou, voelt wel lekker stevig aan. Onkruid staat er lekker in. Kijk nou, ook gewoon best wel hoog, hè. Terwijl ik natuurlijk echt, wat is het, een maandje geleden of zo, heb ik alles er nog uitgehaald. Het staat nu alweer zo hoog. En alleen, nou hier is eigenlijk alles goed, na die stortbui van gisteren. Hier zo is het iets minder goed. Je ziet ook een beetje donkere kleur. Ik weet nou niet zo goed waar die donkere kleur nou vandaan komt. Maar het komt natuurlijk om al dat water uit de hoger gelegen delen hierheen komen. En natuurlijk ook omdat de paarden... in de winter hier hebben gestaan, waardoor vooral deze hoek slecht is geworden. Die hoek ook wel, maar daar staat nu best wel veel onkruid. Dus ik denk dat daarom, ja, weet niet, hier staat op zich ook al wat onkruid. Maar goed, je ziet gewoon dat deze hoek een stuk slechter is. Waarom doe ik dit ook met mijn goede schoenen? Dus als ik ga rijden, moet ik deze hoek ontwijken, denk ik. Want die is echt wel een beetje wat apart, die kleur. Weet iemand wat dat is? Of komt dat gewoon... Is dat dan een soort laag eroverheen van aarde of zo, van stof? Dat misschien dan vanuit dat hoekje komt of zo. Ik heb geen idee. En kijk nou, die wadi. Die zit ook vol. Dat hebben we al lang niet meer gezien. Die moet natuurlijk wel weg, mochten we verder gaan. Maar er staat weer water in. Wat grappig. Het ziet sowieso echt heel anders uit. Een paar weken geleden, omdat het paard natuurlijk alles op hebben gegeten. Nou goed, kijk nou. Staan dropjes. Nou, ik ga even naar de wc. En dan even andere schoenen aantrekken. En dan even uitmesten. En dan kijken we wel wat we nog gaan doen. En de paddock is ook, hij is wel droog, maar je ziet ook dat het een beetje een kuil geworden. Maar eigenlijk zodra we dit wilden gaan verbeteren, wilde ik ook de paddock even opnieuw, niet opnieuw aanleggen, maar even een laagje erop laten leggen. En even lostrekken alles en even egaliseren. Het is een beetje een hobbelfestijn geworden. Maar ook dat moet ze nog even op zich wachten. Hè? Popjes? Nou, terwijl ik hier zo heen loop om even mijn handschoentjes weg te leggen, zie ik hier een pakketje staan. Brands of Q, oftewel QHP. Wat zal erin zitten? Alright, ik ga het pakketje openmaken. Ik weet natuurlijk wel al wat erin zit. Ik mocht het eigenlijk toen vorige keer bij de unboxing ook al uitkiezen. Maar dat hadden ze toen nog niet op voorraad. Dus dit is echt vers van pers. Helemaal nieuw. Ik zag dat zo voorbij komen en dacht, oh, dit wil ik hebben. Want dit is namelijk
een geel setje. Oh, zo mooi. En het is een beetje okergeel. Ik hou sowieso heel erg van geel. Maar felgeel staat vaak niet zo heel mooi. Want het staat gewoon iets te knallends. En toen zag ik dus dat ze een okergeel setje hadden. Dus hier de base layer. En een dekje. Nog meer dekjes. Ik heb nog geen niet dekjes genoeg. Dus kijk, hier zo dan. Ik heb mijn dressuur. Dus hier een geel dressuurdekje. Met helemaal volledig matching base layertje erbij. Ik kan echt niet wachten om hier zo in te gaan rijden. Dus misschien ga ik toch maar straks rijden, zodat ik dit aan kan doen. Maar ik heb nog steeds geen zin om te dressuren. Moeilijk. En ik ga morgen heb ik dus crossles. Dus dan heb ik niks aan dit. Want dan is het dus... ik had echt in springen eigenlijk moeten nemen. Misschien doe ik hem morgen gewoon... Nee, dat vind ik altijd zo raar staan. Een dressuurdekje onder een springzadel. Moeilijk. Maar echt heel mooi. Ik ben er echt heel blij mee. Love deze kleur toch. Deze kleur had ik nog niet. Voor als mensen het willen weten, dit base layertje heb ik een maat 36. En de naam is dan Sport Shirt Florence Sunflower. En het dekje is dan Saddle Pad Florence Sunflower. En ik heb hem dan natuurlijk in dressuur maat full. Mijn haar zit raar, maar we gaan het er even mee doen. Ik had heel even stress door die kipjes daar. Want ik kon er eentje niet vinden. En na het verlies van Henny en Kiwi, dat is ook de set, maar dat zijn echt mijn baby's. Ik had heel even lichte paniek. Ik ben heel veel naar de trailer weg geweest, niet met een paard, maar om een fiets op te halen. Ik heb dus tweedehands van Barcola fiets gekocht. Eigenlijk prima fiets. Een paar kleine dingetjes ga ik veranderen, even bij de fietsmaker brengen. En dan kan ik gewoon lekker gratis, omdat ik een fiets gekocht heb, naar de sportschool rijden in plaats van elke keer met de auto te gaan. En lekker s'avonds of overdag gewoon lekker fietstochtjes te maken. Daar ben ik blij mee. Ik ga deze video editen. Dus ik ga niet meer rijden vanavond. Ik heb een beetje hoofdpijn. En ik moet deze video nog editen. Ik moet nog uitmesten. En ik wil even de band oppompen. Dus dan kan in die tijd deze video renderen. Zodat die gelijk morgenochtend geüpload kan worden. En daarom ga ik niet meer rijden. Want anders ga ik dat allemaal niet meer redden. Tenzij ik nachtwerk ga doen. Maar aangezien ik hoofdpijn heb, heb ik geen zin in nachtwerk. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Weinig Marley in deze vlog. I know. Nu niet allemaal van dat soort reacties gaan plaatsen. Van nu een nieuw paard. Heb je Marley nooit meer. Want dat slaat hier gewoon nergens op. Marley ga ik morgen met crosslessen. Dus die ga je dan weer zien in de... Ik wil zeggen volgende vlog. Maar ik weet eigenlijk niet eens wanneer die online komt. Want de eerste volgende twee video's... worden van de Q&A over mijn nieuwe paard. En daarna heb ik nog een speurtocht video. En dan een vlog. Maar misschien wissel ik die laatste twee om. Want het duurt het echt nog anderhalve week voordat de volgende vlog komt. En I don't like it. Dus ik zie jullie heel graag volgende keer. Doei!